Wat nou als ik jou vertel dat jij je eigen haaraccessoires kan ontwerpen en in het echt kan winnen? Dus dat jouw ontwerp in het echt wordt gemaakt zodat je het in je haar kan dragen? Dat kan dus met de LOL Surprise haarclipjeswedstrijd. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je mee kan doen. Je gaat dus naar meedoen.lolsurprisewedstrijden.nl en daar vind je dan deze kleurplaat. Nou, die print je dan en dan kan je aan de slag met je ontwerp. Kijk, dit is de kleurplaat. Als je ontwerp dan af is, dan upload je hem dus weer op dezelfde website. En wel belangrijk om te weten is dat deze actie loopt van 2 september tot en met 14 november. Dus zorg ervoor dat jij je ontwerp uiterlijk op 14 november uploadt en dan doe je mee. En op 15 november worden dan 15 winnaars gekozen. Ik ga vandaag dus ook aan de slag met een aantal ontwerpen. Ik heb al allemaal leuke ideetjes. Ik heb hier allemaal stiften en verf. En ik ga misschien ook nog glitters gebruiken. Je kan hier alle kanten mee op. Echt alles wat je kan dromen, kan jij verwerken in je ontwerp. En ja, ik ga jullie wat ideeën geven. Wacht even voor ik doorga met de winactie. Ik wil even benadrukken dat jij en ik niet de enige zijn die houden van mooie haaraccessoires. De Tots namelijk ook. En speciaal daarvoor bestaat deze nieuwe set. De LOL Surprise Hair Beads Tots. En ik ga toch even een bal openmaken en laten zien. Zoals je ziet had ik splatters en zij was helemaal klaar om een nieuwe haarlook te krijgen. Nou, hoe werkt deze set nou? Je hebt allemaal verschillende haarbeads en die blijven dus plakken aan het haar wanneer je het nat maakt. Dus als je klaar bent met je ontwerp, dan moet je het laten drogen. En het leuke is, je kan ook verschillende designs maken. Want je kan achteraf de beads er weer aftrekken en opnieuw beginnen. Nou, hier versier ik haar haar helemaal mooi. En toen bedacht ik me, oh nee, ze heeft nog helemaal geen schoenen aan. Helemaal vergeten. Oké, nu kunnen we door met onze eigen haaraccessoires. Voor je gaat beginnen met je ontwerp is het fijn om te weten welke materialen je wil gaan gebruiken. Dus misschien wil je werken met pennen, stiften, verf, potloden of misschien wel papier, knutselpapier. Misschien heb je wel nog cadeaupapier liggen wat je kan gebruiken. En glitter is natuurlijk altijd een goed idee om te gebruiken, vind ik dan. Glittersteentjes bijvoorbeeld. Voor deze eerste strik wilde ik een soort bloemenpatroontje gaan maken. Dus ik wilde een lichte achtergrond, zodat mijn bloemen goed te zien zouden zijn. Dus ik ben begonnen met een achtergrond met blauw potlood. En toen heb ik roosjes getekend met een rode fineliner. Ik heb van tevoren dus even wat plaatjes opgezocht van bloemen en van getekende bloemen. Zodat ik goed wist hoe ik mijn bloemen zou willen gaan tekenen. Je kan ook altijd van tevoren even wat oefenen op een ander papiertje. Zodat je niet meteen iets fout tekent op je strik. Zodat je al een beetje weet wat het idee is. Verder ben ik nog takjes gaan tekenen en hele simpele bloemetjes die gewoon bestaan uit puntjes. Dat zijn eigenlijk de makkelijkste bloemetjes om te tekenen, maar die zien er ook super leuk uit. Je kan bijvoorbeeld ook kijken naar patroontjes op kleding die je hebt. Of misschien heb je hele mooie gordijnen en word je daardoor geïnspireerd. Of misschien zijn jouw favoriete LOL Surprise dolls wel jouw inspiratie voor jouw strik. Dat kan natuurlijk ook. Verder maak ik de strik af door nog meer bloemetjes toe te voegen, nog meer details, zodat het allemaal nog wat preciezer wordt. En ja, dan is mijn eerste strik eigenlijk al klaar. Ik heb deze strik eigenlijk ook ontworpen omdat die super goed zou kunnen passen bij een blauw jurkje dat ik al heb. Voor het volgende haarclipje heb ik lila papier gebruikt. En daarbij ben ik wel een beetje geïnspireerd geraakt door Kitty Queen. Want Kitty Queen heeft natuurlijk super mooi lila haar met ook een soort zilveren glitters erin. Dus ik dacht, daar wil ik wat mee doen. En door papier te gebruiken is mijn achtergrondkleur echt wel een stukje feller dan als ik nu gewoon potloden had gebruikt. Dus vandaar, ik heb het zo geknipt in de vorm die ik nodig had en toen erop geplakt met een lijmstift. En toen heb ik boogjes getekend, maar dat heeft mijn camera dus per ongeluk niet gefilmd. Maar dat heb ik gedaan met een stift. En vervolgens ben ik deze hele mooie pareltjes gaan opplakken. En verder had ik voor dit clipje eigenlijk helemaal niet zo'n duidelijk plan. Ik ben gewoon stipjes gaan zetten, streepjes gaan zetten. Het was uiteindelijk bijna een soort mandala. Dat je gewoon krulletjes neerzet en stipjes en van alles en nog wat. En dat het dan uiteindelijk toch wel heel leuk en mooi wordt. Nu doe ik eigenlijk hier alsof mijn clipje eigenlijk al klaar is. Dat dacht ik ook eigenlijk. Maar straks aan het einde van de video zie je dat ik toch nog iets ga toevoegen. En nu komt denk ik mijn favoriete strik, want ik vind deze wel heel leuk geworden. Ik heb hier weer papier gebruikt en dat heb ik uitgeknipt in de vorm van de strik. Dus ik heb de strik overgetrokken op het gekleurde papier en dat dus geknipt. En vervolgens weer opgeplakt. En nu denk je waarschijnlijk nog, oké, maar dit is gewoon een roze strik. Wat is er dan zo bijzonder aan? Nou, mijn idee was om aardbeidjes te tekenen hier. Dus om een aardbeienpatroon te maken. En ik teken dus eerst allemaal blaadjes en steeltjes van de aardbeien. En daarna maak ik de aardbei zelf met een rode pen. En ook dit had ik dus van tevoren weer even geoefend. Omdat ik niet zeker wist of ik nou eigenlijk wel mooie aardbeien kon tekenen. En ook om even te bedenken hoe groot ik ze eigenlijk dan wilde. En hoe ik het patroon een beetje wilde indelen.
Ja, dat zijn allemaal dingen om van tevoren even over na te denken voordat je aan de slag gaat. Want dan wordt je resultaat toch het mooiste als je een beetje hebt uitgedacht wat je gaat doen. Ik bedacht me dus later dat ik eigenlijk dus ook 4 strikjes had kunnen maken in fruitthema. Dus misschien een strik met citroentjes of appeltjes en peren en dat soort dingen. Dat was ook leuk geweest. Maar voor nu, 1 strik met aardbeien is ook leuk. En ik wilde toch ook heel veel verschillende dingen uitproberen. Dan is dit dus hoe de aardbeienstrik is geworden. En dan is het alweer tijd om naar het volgende clipje te gaan. Ik ben begonnen met het tekenen van een soort regenboog. En daarbij ben ik een beetje geïnspireerd geraakt door Splatters. Want zij heeft blauw en regenboogkleurtjes. Dus ik wilde het clipje verder blauw inkleuren. Maar toen bedacht ik me dat het clipje zelf er een beetje uitziet als een soort wolk. Met die ronde zijkantjes, zeg maar. Dus toen ben ik wolkjes gaan tekenen. En het idee was eigenlijk dat dit dus een soort lucht was met een regenboogje. En wolkjes. Ook hier zou je weer verschillende versies kunnen maken. Dus bijvoorbeeld 1 keer een lucht 's nachts met sterren en de maan of zo. En dit is dan de lucht overdag. Of bijvoorbeeld een zonsondergang met hele mooie oranje kleuren en met rood, met een soort avondrood. Het komt er eigenlijk op neer dat ik nog wel tientallen collecties haaraccessoires kan bedenken als ik zo doorga op deze manier. Want ik heb echt eindeloos veel ideeën gekregen toen ik dit aan het doen was. Hier gebruik ik nog stiften om alles nog iets feller te maken. En uiteindelijk ga ik ook hier glittersteentjes gebruiken. Dus dit zijn blauwe kleine glittersteentjes die echt perfect zo passen bij de blauwe kleur van de lucht. En ik gebruik dus een wattenstaafje wat een beetje vochtig is. Zodat ik dus makkelijk de glittersteentjes kan plakken. En hier zie je dus dat ik nog niet klaar was met mijn lila clipje. Want ik dacht, daar moet nog meer glitter bij. Dus dat heb ik hier even gedaan. Nou, dit is hoe mijn ontwerp is geworden. Ik heb echt 4 hele verschillende clipjes ontworpen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat ze zo verschillend zijn. Als laatste is het natuurlijk belangrijk om ook je naam even op te schrijven. Anders weet niemand dat jij dit fantastische ontwerp hebt gemaakt. Dus dat heb ik nog even snel gedaan. En nog een keer belangrijk, als je dus mee wil doen, zorg dan dat je uiterlijk 14 november je ontwerp uploadt. Want alleen dan doe je mee aan de winactie. En ik zit nu trouwens even te kijken, want ik zei dat ik mijn aardbeienstrik het leukste vond. Maar het clipje met de wolkjes vind ik ook wel heel erg leuk. Ik weet niet of ik een favoriet heb. Ik vind ze allemaal leuk. Ik hoop in ieder geval dat ik jullie heb kunnen inspireren met deze video. En dat jullie nu ook aan de slag gaan. En misschien ben jij wel één van de 15 winnaars die zijn eigen ontworpen haaraccessoires wint.